Je verankert innovatie in een bedrijf door een paar dingen. Je verankert het door de juiste structuren en systemen op te zetten. Dat is gewoon hoe je de boel organiseert. Je verankert het door heel nadrukkelijk te blijven uitleggen en mensen mee te nemen naar die visie. Van waar moet je naartoe? Wat wil je bereiken? En zorgen dat mensen daar aandacht voor geven. En je verankert het door gewoon de beste mensen te hebben. Door een heel goed team te hebben. En ik moet wat dat betreft zeggen dat ik heel trots mag zijn op al de mensen die met ons meewerken aan die innovatie. DSM is een middelgroot bedrijf. We hebben ongeveer 24.000 medewerkers. We hebben ongeveer 2500 medewerkers in R&D. Dus dat is bijna een tiende van onze populatie. Maar na R&D komt er nog heel veel. En we proberen dat eigenlijk steeds meer themagericht te organiseren. Zodat we zeker voor die hele nieuwe dingen proberen om een platform te bouwen. En al die disciplines die daartoe bijdragen, integraal aan te sturen. Dus ja, wij werken met uiteraard multidisciplinaire teams, maar ook met portfolio management en owners van dat soort portfolio's die eigenlijk verantwoordelijkheid dragen om zo'n hele business op te zetten. Het is bij ons eigenlijk allemaal begonnen met het waarom. Dus Elon die had een idee, die wil echt de wereld verbeteren en zijn waarom en ons waarom. En we hebben 7000 medewerkers wereldwijd. En als je ze stuk voor stuk vraagt wat onze why is, dan zullen ze allemaal hetzelfde antwoord geven. En dat is to accelerate the world's transition to sustainable transport. En dat zit in onze genen. En van daaruit doen wij eigenlijk alles wat we doen. En het mooie aan dit bedrijf is, ergens zijn we een start-up. Dus we hebben de flexibiliteit van een start-up. En als we het morgen 180 graden anders willen doen, dan kan dat. Terwijl we ondertussen wel een bedrijf zijn wat een naam opgebouwd heeft. En dus inderdaad 7000 medewerkers heeft wereldwijd. Om te innoveren moet je volgens mij werken vanuit passie en niet vanuit angst. Dus echt de zin volgen, de zingeving volgen. En gewoon, volgens mij kun je, innoveren is iets moeilijks. Want er zijn eerst een heleboel mensen die zeggen, dat kan niet, dat lukt niet, dat werkt niet. En dan vervolgens moet jij degene zijn die dan iedere keer zegt, nou ik ga het toch proberen. En ik ga toch weer verder en ik ga toch weer een stap zetten. Dus volgens mij kan dat alleen maar als je daar echt zin in hebt. Als je echt het in je hart hebt gesloten wat je aan het doen bent. Wat is een andere randfactor? Ja, dus niet proberen vast te houden aan wat er is, maar telkens met een schone lei proberen te beginnen. Te beginnen alsof je vandaag bij nul weer begint. Want alle legacy die je opbouwt, houdt je ook weer tegen. Wordt ook weer een risico, wordt ook weer iets wat je kan kwijtraken. Dus als je proberen te leven met het gevoel alsof je begint bij nul. Door mensen aan te nemen die met je oneens zijn. Dat heb ik geleerd. Ik vond mezelf altijd een hele goede manager. Ik kom er eigenlijk nu achter dat het waardeloos was, achteraf eerlijk gezegd. Niet zo best. Omdat het allemaal mensen waren. We hadden een fantastisch team. Iedereen werkte fijn met elkaar samen. Er werd goed geborreld en gebierd. Maar ondertussen werden de ideeën niet de beste ideeën die we hadden. Want het wordt alleen maar als het een beetje schuurt en mensen met elkaar oneens zijn. Dus ik heb nu mensen in het team die regelmatig met mij zeggen, luister, dat was helemaal niet de afspraak. Of zo moeten we dat niet doen. Of welke data ondersteunt dit dat we dit nu gaan doen? Heb je bewijs dat dit echt een probleem is of dat het iets oplost? Dat is fijn. En klein blijven. Ik had hier voor een bureau met 40, 50 man. Dat wil ik niet meer. Klein blijven. Ownership houden bij mensen. Mensen moeten met elkaar bezig zijn. Weten wat de ander doet. Kunnen helpen, inspringen. Want daardoor worden dingen beter. Dus dat zou mijn tip zijn. Door vooral erop te letten dat mensen zichzelf kunnen zijn. Echt zichzelf. En dan kun je zeggen, ja, dan leveren ze geen poen op. Dat is ten dele waar. Als mensen echt zijn, echt, dan komt er altijd iets uit. Dus wij kijken heel erg naar echtheid. Plat gezegd, puurheid en zuiverheid. Een artiest die niet echt is, die wordt altijd door het publiek ontmaskerd. Maar iemand die echt is, die echt zichzelf kan zijn en durft te zijn in een bedrijf. Ook als dat een keer een rare opmerking of een fout of een stommiteit of een vergissing is, die komt tot waarde. En dat is waar wij heel erg op letten in het bedrijfje. Soms heb je gewoon massa nodig. Gewoon heel veel heel goede mensen die heel hard werken en die met elkaar dingen uitvinden. Dus ja, we hebben zeker ook doorbraak innovaties die we bij onszelf bewerkstelligen. Maar wij kijken ook heel goed rond in de rest van de wereld. We kijken naar tussen de 500 en de 600 kleine bedrijfjes per jaar via onze venturing groep. En we doen investeringen in 1% ervan. Maar het is wel een fantastisch scoutingmechanisme naar nieuwe innovaties, nieuwe technologie, nieuwe businessjes.
die passen bij onze thema's. Dus bijvoorbeeld, ik gaf net een voorbeeld van biomedical of biobased. We kijken naar heel veel start-ups in dat veld. En degene waarvan wij denken dat die goed bij ons passen, daar investeren we in. Die helpen we om groot te worden. En soms helpen we ze op andere manieren, managerial, niet alleen met geld. Vaak hebben we er ook een overeenkomst mee dat we in R&D samenwerken of een productiesamenwerking. Of we brengen hun product naar de markt, omdat wij een wereldwijd netwerk hebben en zij maar een Mickey Mouse ondernemingtje zijn natuurlijk. Waardoor zij ook weer sneller groeien. En daar krijgen zij dan weer een licentie-fee voor. Dus dat is onze manier om ook met een innovatie, zeg maar, ecosysteem in de buitenwereld te werken. Wij zorgen ervoor dat iedereen bij ons in het bedrijf om te beginnen plezier heeft. En plezier zorgt ervoor dat je wat losser bent en dat je dus ook makkelijker ideeën inbrengt. En wij keuren eigenlijk geen ideeën af. Elk idee wat bij ons in het bedrijf geopperd wordt, daar kijken we serieus naar. Daar hebben we het over. Dat wordt ook gechallenged. Ik bedoel, als een idee, als je dat niet kan verdedigen, ja, dan is het toch misschien geen goed idee. Dus wij staan er super open voor. We hebben een onwijs informele organisatie. En daarmee denken wij dat wij een broedplaats zijn voor innovatie. Ja. Want wij geloven er niet in dat alleen de mensen die het bedrijf begonnen zijn, die macht of die kracht hebben om innovatief te zijn. Het rendeert het meest wanneer je een goede structuur hebt neergezet, wanneer je mensen vertelt en aangeeft en ook managed op een manier waarop snelheid belangrijk is, waarin we naar de buitenwereld kijken en veel meer werken met mensen waar we nooit meer hebben samengewerkt om nieuwe dingen te creëren. Diversiteit in innovatie is heel belangrijk. Het is ook heel erg belangrijk om altijd te kijken naar hoe het hele systeem gaat werken. Dus wij zijn een bedrijf wat niet denkt in componenten, maar hoe past het in het geheel? Maar dat zijn een paar van die dingen die als je die echt goed neerzet, dan kun je als bedrijf slagen maken.